wordt mooi spontaan geëngageerd. Iedereen komt op het juiste ogenblik naar binnen. En dat is meneer Willem van der Leegte, dat is de directeur van VDL. En daar is de motor en het team. En we gaan eens even kijken van wat hiermee gebeurt. Jongens, deel dit even, want dit is een historisch momentje. Kijk. We hadden even gezorgd dat jullie dit niet zouden halen. Hoi. Hoi. Hallo. Goeiedag. Hoi. Hallo. Het hele team krijgt een hand. Van Mark Rutte. En meneer Willem van der Leegte, de directeur van VDL. Die komt natuurlijk kijken naar de apparatuur. Mark Rutte loopt meteen naar de vrouwen toe, dus wat dat betreft, hij heeft de kus al. Ik zit meteen te kijken. Ik zal even kijken wat ik hier kan oppikken. Zijn hier ook allemaal? Wie hebben er al op die motor gezeten die hier nu staan? Handen op. 1, 2. En de man die erop zit. Ja. Fantastisch. Ja, geweldig. En hij heeft het gehouden. 22.000 kilometer. Maar ik heb hem een keer gezien volgens mij in Amsterdam ook. Ja. Die vent wat van hadden. Leuk. Hoi jongen. Hey. Goed je te zien. Hoi hoi. Gaan we nog even meesten met z'n allen? Ja. Kom. Gaan we even achterop. Je kunt even achterop een rondje rijden. Als ik ergens zit, dan kan het vol. Nee, we gaan eromheen. Ik wil niet achterop. Als ik ergens zit, dan zit ik voorop, zegt hij. Gaaf. En zijn jullie uit alle jaren van Eindhoven of zijn jullie allemaal met één zelf studiejaar? Ze zijn allemaal verschillend. Allemaal verschillend? Ja, dat is ja. Ook wel leuk. Allemaal verschillende opleidingen ook. En kon je over de hele wereld altijd ook weer verder mee? Had je overal genoeg oplaadpunten, noem maar op? Ja, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Soms in Central-Azië, in Turkmenistan. Ja. Vind daar maar een stroom, maar dat is gelukt. Dus we zijn in 80 dagen terug. Nou, waanzinnig. Ja. Wat een avontuur. Ja, mooi hè. Mooie films van gemaakt, of heet het? Zeker. Ja. En ook nog dingen gehad dat echt mis ging, klapwanden, probleempjes? Maar de allereerste dag ging het al mis. Oké. In Nederland al? Ja, in Duitsland. In Duitsland? Ja. En daarna in Wenen hebben we een dag stil moeten staan. Ja. Maar uiteindelijk toch weer gerepareerd. Okay. En daarna alles gereden. Zonder problemen. En ook weer van de leegte, hè, zie ik. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Is op gaan zitten, meneer. Ja, nee, dat wordt weer zo, zo geposeerd. We gaan even bijsten, we kijken ernaar. Is toch mooi? Jongens, complimenten. Hey, super. Ja, top. Hey, dankjewel. Ik ga rijden. Tot ziens. Ja. Ga hierop? Gouverneur. Tot ziens, hè. Een goede reis. Leuk. Neem je de motor? Ik neem de motor mee. Ik rijd er mee. Als hij een kampje stond, was hij weg. Ja, die was helemaal totaal. Super. Hoi, hoi. Okay. Nog even een onderrondje tussen de twee mannen. En dan gaat hij in een diesel BMW, rijdt hij weer naar Den Haag toe. De EV zal er binnenkort nog in zitten. Wil je een whisky? Jazeker, ja. Heb je in de gaten? Hoi. Kijk, bedankt. Hoi. Meneer Rutte, wanneer gaat u EV rijden zelf, elektrisch? Ja, het is altijd als ik iets leuks doe, dus de vraag meteen wanneer ik het zelf ga doen. Ja, nou, weet je wat nou het laffe antwoord is? Ik ga niet persoonlijk over de inkoop van de overheid. Ja. Je hebt daar helemaal geen invloed op. Moet het inderdaad een Duitse... Ik heb nul invloed. Nee, dat is onzin. Maar ik ga maar we gaan vast stap voor stap de goede kant op. Maar auto's die in Nederland worden gemaakt, de Tesla, deze auto's hier. Fantastisch. Okay. En de Tesla ook in Amerika gezien. Maar deze prachtige minis hier, die ook die Countryman nou... Ik zie jou nog niet zo gauw in een mini verdwijnen. Ja, maar die Countryman is groot, hè? Heb je die gezien? Nee, dat is echt een mini on steroids. Dat is een hele grote auto, dus daar kun je wel volgens mij... En die gaan ze ook op enig moment geloof ik elektrisch maken, of dat doen ze al, of hybrid, ik weet het allemaal niet. Oké, okay, dankjewel. Tot ziens. Hoi. Goed, dat was Mark Rutte. Hij legt zich nog niet vast op een elektrische auto, maar hij heeft een vlot antwoord, zoals altijd. En dan... En dan rijden we weer weg in de diesel, zoals ik dat nu weer hoor. Koning Alexander heeft al een Model X. Nu Mark Rutte nog. Hoe vond je het bezoek van de premier? Van leuk, hij is enthousiast. Gelijk happen, praten, vragen stellen. Dus dat mooi. Ja, deed hij goed hè? Ja, doet hij goed. Dat doet hij hartstikke goed. Doet hij leuk. Hij liep wel op alle vrouwen af als eerste, zag ik. Ja, even de, wat handen. Wel gezellig. Ja. Ja, toch de vrouwen in de techniek, hè, stimuleren. Ja, hoe vond je hem in het echi? Ja,
gewoon een hele normale man, net als iedereen. Ja, zo. Jammer. Oké, hartstikke mooi. Even kijken hoor. Kijken of we meneer Van der Leegte nog even kunnen vragen. Waar hangt die op dit ogenblik uit? Even kijken. Heb je die? Er zijn zoveel verschillende. Ja. Mag ik even één quoteje vragen voor mensen? Even voor je het om Mark te ontmoeten? Ik vond het hartstikke leuk. Ik had hem al één keertje eerder gezien, maar natuurlijk altijd goed om nog even een handje te schudden met hem. Ja, dus een beetje belangstelling van de premier. Vind je dat een beetje een steun voor je team? Tuurlijk. Dat zien we heel erg als steun van ons team. Zeker nu we net weer terug zijn in Nederland. Hè. Een beetje vaderlandse trots zou ik willen zeggen. Dat is wel echt dat is goed. Het is koud, maar dit is warm. Precies. Inderdaad, en de zonnetje ging verschijnen. En de zonnetje ging verschijnen. Goede timing. Hartstikke mooi. Ja, goeie timing. Dat is mooi. Oké, okay. Even kijken hoor. Wie hadden we dan nog meer? Even zien. Ik probeer nog eventjes meer van de leeftijd.